kijk, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Senneke. En als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. En deze video te liken. Heb je dat al geliked? 3, 2, 1. Like. Genova die is boven aan het leren, want hij heeft morgen een toets. En ik wil echt weten of hij goed heeft geleerd. En dan gaan we dat op een leuke manier. Ga ik hem eigenlijk een beetje over horen. Want als hij alle antwoorden goed heeft, dan krijgt hij van mij deze Robux kaartje, sorry. Dus laten we kijken als hij alle antwoorden goed heeft. Dus nogmaals, als hij alle antwoorden goed heeft, alleen dan krijg je dit kaartje. We gaan het zien. Even kijken wat hij doet. Noe! Ja. Hoe gaat het met het leren? Goed. Ik heb een leuke weddenschap. Als jij alle antwoorden goed hebt, dan krijg je van mij dit. Krijg je van mij Robux. Yes. Dus, denk je dat je echt goed hebt geleerd? Ja. Oké, dus ik mag jij nu overhoren, hè? Weet je het zeker? Ja. Are you sure? Yes. Oké, nou, we gaan het zien. We gaan het zien of hij alle antwoorden goed heeft. En of hij goed heeft geleerd voor de Robux kaartjes. Of Robux kaart. Let's see, Noe. We gaan beginnen. Oké, Genoa is ready voor zijn overhoring. Genoa, ben je klaar? Ja. Oké, let's go. Eerste vraag, Noah. De middeleeuwen. Wat is de middeleeuwen? Of wat zijn de middeleeuwen? De tijd na de Romeinen. De middeleeuwen was de tijd tussen 500 en 1500. Goed zo. Yes. Ding, ding, ding. De tweede. Een kasteel. Wat is een kasteel? Een kasteel is een huis waar rijke landheren in gingen wonen. En de kastelen die hadden een stenen muur of een gracht. De tweede die goed is. Ding, ding, ding. En beleg. Wat is beleg? In de omcirkeling van een kasteel. En daar kan er niemand meer in en daar kan er niemand meer uit. Goed zo. Je zou eerder denken dat beleg een stuk plakje ham of kaas zou zijn. Hè? Maar dat is het dus niet. Of misschien spreek ik het verkeerd uit. Bruh. En een schildknaap, Juno. Wat is een schildknaap? Een schildknaap is een knecht van de ridder. En een schildknaap is een knecht van de ridder. En is ongeveer 14 jaar. Goed zo! De vierde, die je goed hebt, Noah. Ik raakte net een beetje warm met wapenschild en schildknaap. Wat zei je nou? Ik raakte net een beetje door de warm met wapenschild en schildknaap. Oh, oké. Oké, wat is een toernooi? Een toernooi is een wedstrijd tussen de ridders om te oefenen. Goed zo, die heb je ook goed. Vijfde alweer goed. Oké, Genoa. Wat is een landheer? Een landheer is een rijke man met veel grond en uithoorigen die voor hem gingen werken. Even kijken. Oké, je zegt hij liet horigen voor hem werken. Wat is een horige? Een horige is een arme boer die bijna niks zou doen. Goed zo! Oké, Genoa, de laatste drie. Are you ready? Laatste drie, joh. Oh nee, sorry. Geintje. Psych! Nee! Oké, een ridder. Een ridder is een soldaat van... Een ridder is een soldaat. En heeft een helm. Een zwaard. Een ridder heeft een helm, een zwaard en een wapenschild. Ja, rustig. Ademhalen voor als je iets zegt. Oké, en een page? Of een page? Een page. Een page. Wat is een page, Noe? Een page is een knecht van de ridder en is ongeveer 7 jaar. Goed zo!
Oké, de laatste vraag van de begrippen. Are you ready? Yes. Weet je het zeker? Ja. Yeah. This is the moment. Wat is een wapenschild? Een wapenschild. Een wapenschild is een schild van de ridder waar een tekening op staat. Dan weet je met welke ridder je te maken hebt. Ja! Is dat begrippen goed? Noah, hij is bijna van jou. Dit is de bonusvraag. De bonusvraag. Ben je klaar voor de bonusvraag? Oké, Genoa. Wacht, bonus? Krijg ik dan meer? Nee, maar dit is echt de vraag die je moet weten. Oh. Noem de volgorde voor om een ridder te worden. Page, schild, knap, ridder. Goed zo. Jij hebt nog één laatste vraag. Hoe herken je een ridder? Aan de tekening op de schild. Ja! Goed! Jij hebt goed geleerd. Jij hebt goed geleerd. Jij hebt de Robert. Oké, Genoa. Nou, Genoa heeft hartstikke goed geleerd. Don't make sure you redeem this card, because I worked for it. Je hebt goed geleerd, Genoa. Give me my bobbles! Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik lekker hotdog. Ja, de hotdogs zijn klaar. We gaan lekker hotdogs eten. Yes. Nou, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Laat ons in de comments weten wat je van deze video vindt. En wij zien jullie graag in de volgende video. Ciao. Ciao. Give me my bobbles! Jij mag erbij zijn.